Er binnen tuzenen vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelf, maar meer nog voor een oor. Mijn naam is Brenda van der Zee en ik verzorg hier de tussenschoolse opvang. We doen vandaag heel netjes, hè? Daarnaast ben ik coördinator, dus ik hou bij wat voor ben je komen, hoe vaak ze komen, de af- en aanmeldingen en dat soort gebeuren. Ik leer eigenlijk al dagen van de band. Naast dit vrijwilligerswerk werk ik bij Talent en helemaal jongeren met een beperking. En het leuke is dat die qua niveau heel vaak overeenkomsten hebben met deze band. Dus dan zus dingen, hier denk ze, oh ja, en dan klinkt dat weer mooi met elkaar koppeling. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. In die zin houdt het meer wel scherp in mijn oren werk weer. Ja. Het is om het elke keer weer gezellig te maken voor de band. Dat ze in mooi plezier komen, dat ze veilig voelen. Dat ze gewoon even squal even loslitten en even wat oorstelen kunnen. Oké, ik weet het, Ja, nou knop. Ja. Als het een gezellige TSO-west hebt, dan ga je in hoes denk je, nou heerlijk. Ze hebben je weer niet een hoorn en ze hebben een boarten en ze kunnen weer zien hoorn. Ik heb eigenlijk nooit dat ik een hoes die denk van, oh, nou heb ik het wel, ben ik blij dat ik het weer hoorn heb. Zo. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Zoek voor meer informatie over Varenoor op uw Facebookside.